Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede met onze vaste crew Jan van Staar en René Wagelaar. Mannen, welkom. En dit keer de speciale gast Sander Westerveld, ex-topkeeper. Eddie. Sander, goed dat je er bent in je eigen geboorteplaats, kunnen we zeggen. Ja, tuurlijk. Enschede. En we moeten even beginnen met jouw schoonvader, Henny Ardes, is ons kort geleden ontvallen. Hier ook onlangs nog aan tafel gezeten. En nou ja, er is heel veel om te doen geweest. Hoe is het nu met de familie en hoe zijn de reacties geweest? Ja, dat is natuurlijk altijd, ik noem het een rare periode. Het is heel veel vragen van, is het moeilijk? Of ja, goed, kijk... Het is moeilijk voor de familie natuurlijk en het was zo plotseling, dat was het probleem eigenlijk. Hij stond nog vol in het leven. Vol in het leven en zo in één keer poets, weg. Ja, dat zie je de laatste tijd vaker en dat zie je van vrienden en buren, maar nooit zo dichtbij nog. Nee. Mijn vader is dan 10 jaar geleden ook op zo'n manier. Ook in één keer, maar, ja, op dit moment gaat het eigenlijk zoals het gaat. Ja. En, maar qua reacties, zeg maar, uit de voetbalwereld, ben je verbaasd over wat mensen over hem zeggen? Nou, verbaasd. Het is, kijk, hij was natuurlijk iedereen kende hem bijna in de voetballerij. En, dat zorgde hij wel vaak voor, ook zelf. Daar zorgde hij zelf ook voor. Maar ja, ze krijgen nou brieven, bijvoorbeeld uit Den Haag, een geschreven brief over iemand die dan tijdens een wedstrijd van Den Haag, waar hij speelde, waar hij op de bank zat, vanuit de tribune riep van ik wil eens een keer, en hij nodigde hem uit en hij zat op de bank en dat was voor zo'n jongen zo'n hoogtepunt, nu nog steeds. En ja, dat soort reacties, dat krijgen ze nou in één keer te horen. Maar Sander, en dat is geweldig. Wat zou je dan kiezen voor, als je kan kiezen tegenwoordig, hè? En heel veel mensen gaan ook dood aan ziektes natuurlijk, maar vind je dit abrupt? Ik heb mijn moeder verloren voor 15 jaar geleden, dat doet tot op de dag van vandaag nog zeer, dat was alles voor mij natuurlijk. Uiteraard. Alles echt, en die viel ook in één keer met een hartstilstand. Is dus overleden. Maar als je nou mag kiezen, wat zou je dan doen? Dus dat je toch nog een tijdje afscheid kan nemen of dit mooier? Ik zou dit doen op mijn 100ste. Ja, ja, dat snap ik. Maar nou ben je iemand verloren in je omgeving. Had je liever gehad dat hij ziek was geworden en een tijdje dat je afscheid had kunnen nemen of in één keer? Nou ja, goed, kijk, afscheid nemen is misschien altijd beter. Omdat je dan, als je iets hebt, of voor hetzelfde geld heb je net een ruzie gehad bijvoorbeeld. Dat hoor je ook wel vaker. Ja, net een tijdje dat je... Maar dat is meestal in een huwelijk, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld. Dat is niet zo vaak. Dat is bij jou in het huwelijk, is dat waarschijnlijk. Nou, ik ben niet getrouwd. Nee, maar nee. Plotseling is voor de persoon misschien beter, maar het is soms voor de familie wel moeilijk om mee om te gaan. Ja, maar het gaat nog minder zwaar worden. Maar was een goede kerel en ik kon super met Henny. Ik kon echt, niet omdat hij nu overleden is, maar ik kon echt hartstikke goed. Was echt mens gelukkig. Dat hebben we allemaal aan de lijve ondervonden. We gaan het zo hebben nog even over jouw prachtige carrière. Vitesse, FC Twente, Liverpool, Real Sociedad en noem maar op. Maar eerst even de actualiteit van dit moment, van het afgelopen weekend. FC Twente pakt een punt bij PSV. Verdienstelijk mag je zeggen als je daar een punt pakt. Maar is dat wel zo verdienstelijk, Jan, in dit geval? We kijken die wedstrijden natuurlijk allemaal. Ik had ook vrijdag gezegd in de sportuitzending van ze kunnen daar wel eens stunten. Je kan daar een keer winnen, want PSV is niet de goede doen. PSV in is ook middelmaat en de druk is enorm daar. Maar als je naar die wedstrijd gaat zitten kijken en dan vlak voor tijd kom je met een geweldig doelpunt, nog gelukkig op 1-1. Ja. Maar als je die wedstrijd gaat zitten kijken heb je eigenlijk weinig tot geen kansen gehad. De kans van Gakpo staat ons nog op het net. Ja, maar goed, PSV was in een fase gewoon nog veel beter. Maar Twente heeft aanvallend eigenlijk weinig tot niks kunnen laten zien. Maar goed, ze praten steeds over we moeten eerst goed verdedigen. Nou, het is punten sprokkelen. Ja. En dan moet je heel blij zijn dat je bij PSV een punt hebt meegenomen. Maar het voetbal zou aanvallend zeker wel wat meer en beter moeten. Ja, en de eerste helft, René, was eigenlijk niet om aan te gluren, als we eerlijk zijn. Nee, dat was één kant ook. Dat was één richtingsverkeer. En als Iatare na 13 minuten die bal erin schiet, wordt het denk ik 4-5-0. Maar dan zakt het in. Ja. Maar de tweede helft moet ik eerlijk zeggen. PSV, ik zag het aankomen de laatste 20 minuten. De druk werd groter van Twente. Ja. 10 man op een gegeven ze durfden weer te voetballen in de tweede helft. Dat zag je meer. Eén ding wat ik niet snap is, en ik denk dat het ook wel zal gaan veranderen, is dat hij toch met Espinoza blijft spelen in de spits. Want je kan tot kerst wachten, maar je komt aanvallen niet voor de goal of dat er iets gaat gebeuren. Met Fuchsic en met Berggren heb ik wel meer power. Dat bleek gisteren ook, alleen gisteren was het meer tegenhouden vanaf het begin. Ik denk dat maar dan heeft Espinoza geen meerwaarde, want hij is niet snel. Hij is niet snel, hij is aan de bal, maar hij krijgt bijna geen bal. Hij verliest op fysiek elk duel. Wanneer kom ik dan voor de goal? Als ik in de 16 ben, heb ik er niks aan. Ja. En met Fuchsic, je ziet het, nou, hij schiet die bal fantastisch in natuurlijk. Maar normaal gesproken is er ook een aanspeelpunt, daar kom ik mee aan het voetballen voorin.
Dat soort types. En volgende ik denk week dat gaat veranderen, want Salah is geschorst. Ja, hij zal ongetwijfeld met Fuchs iets gaan beginnen volgende week. Want dat volgende week, want dat is de enige speler vergeet die niet dat hij, vrij makkelijk dat hij 9 doelpunten gemaakt heeft. Ja. Van de 27 is een derde. Ja. Ook nog eens een keer. Want het bleek dat hij maar 14 keer op doel had geschoten, waarvan 9 keer doelpunten. Ja. Dus het is niet zo dat hij elke bal maar op de kool rost, maar hij maakt wel doelpunten. Hij is efficiënt. Efficiënt. Ja, en als we even naar de tegentreffer kijken van Twente gisteren. Drommel, hè, dat was een afstandsschot. Het wordt losgelaten door Drommel. Jij bent natuurlijk keeper met expertise. Was het een fout? Ik denk het wel, hè? Ja, ik denk dat hij dat zelf ook wel doorheeft. En kijk, je kunt van we hebben altijd de Keepers Union. Maar ja, hier kun je niks positiefs over zeggen eigenlijk. Nee. Wat had hij moeten doen? Ja, goed, ik dacht dat hij op dat moment, misschien dat hij wat wapperder en dat hij al voorbij de bal was. Want zijn bal die kwam op buikhoogte en dan moet je die gewoon klemmen. En je kunt er bijna niet meer naar de zijkant tikken, want hij kwam al achter hem. Ja. Maar dan moet hij hem gewoon vasthouden en dit was precies wat hij niet had moeten of kunnen doen. En dan krijgen ze een doelpunt tegen, dat is de Eredivisie. Ja. Kom je op achterstand en dan probeer je toch de lichtpuntjes te benoemen, hè, bij FC Twente. En dat is natuurlijk het resultaat, logischerwijs. Maar ook een speler als Jesse Bos, Jan. Ja. Bleef prima op de been. Ja, maar tegen dit eigen jeugd. Ja, maar tegen dit middenveld van PSV, want hij heeft veel loopvermogen. Ja. En bij PSV willen ze allemaal het balletje in de voet hebben. Met name die middenvelders. Want als je gaat kijken, Iataren is een toptalent. Maar Rosario. Ja. Och, is helemaal weggezakt. Hè? Ja, weggezakt. Oh. Nou ja, goed, dan zie je dat soort type spelers. Die zijn niet echt top. Hè. Bij PSV lopen ook niet echt zo heel veel top op dit moment. En dat zelfvertrouwen is natuurlijk ook niks. Wat je wel bevreemde na afloop, dat is PSV oneigen. Dat in één keer het stadion bestormd wordt. Ja. Hè? Dat ze een verhaal gaan halen. Ja. Dat is bij PSV eigenlijk relatief. Ja, ze winnen natuurlijk altijd veel. Ja. Maar dat is daar nooit. Mensen zijn wat rustiger. Maar zelfs nu, en het is nu, alle pijlen zijn nu op het technisch beleid gericht. Ja. En dat merk je bij een grote club. Dus dan moet ook deze week nog het een en ander gebeuren. Maar alles om Bergwijn ook doen, dat kan toch niet? Dat is toch te gek die vliegt zo naar Engeland toe. Ik bedoel, hij probeert het te forceren, een vertrek op deze manier. Ja. Jij bent zaakwaarnemer, zou jij dat? Nee, man, nooit. Natuurlijk niet. Dat ga je toch niet doen op die manier. Je spreekt af, je zegt we blijven tot eind van het seizoen, maken we een speciaal dealtje van en meneer die zit het even een beetje tegen en hij loopt zo weg naar Engeland toe. Maar als er nu een club komt, want Tottenham moet nu een spits, die willen nu Bergwijn. 30 miljoen. En dan zeggen ze tegen Bergwijn, we willen jou. Ja, dan heb je ook als speler, ik heb dat afgesproken. Tegen Twente en dan voor hetzelfde geld krijg je een rotschop en dan gaat die deal niet Maar ik heb dat afgesproken. Maar het gaat tegenwoordig om zoveel geld dat je denkt van dan weet zal je die wat. Bespeeld zijn door Tottenham Hotspur? Want jij bent zelf, je zit zelf in de wereld. Ik denk het wel. Ik denk ook wel, gisteren was er heel veel kritiek op dat hij alsnog is gegaan en de PSV zegt er is nog helemaal geen deal. Ja. Maar ik denk wel dat Tottenham hem gewoon heeft gehaald voor de test. Voor de medische test. Maar Sander, dat ze ervan uitgaan dat het rondkomt. Je hebt alles te danken. Je hebt alles te danken aan die club. Alles. Ik heb ook berichten gehoord uit Tottenham dat ze een andere speler op het oog hebben. Oh. Dus dat is helemaal erg. Dat als Bergwijn nou gaat. Ja. En hij heeft al tegen PSV gezegd van sorry, ik ben er niet. Hij heeft een ploeg in de steek gelaten. Als het niet doorgaat. Maar als Tottenham nu een andere. Want Tottenham heeft nog steeds geen bod gedaan. Dus dat is ook al apart. Ja straks halen ze iemand anders. Maar dat is in de voetbalwereld. Maar dat is voor Bergwijn dus helemaal funest. Ja, maar in de voetbalwereld is niks meer normaal. Ja, maar dit zou ik nooit doen. Want je laat de club in de steek. Je zegt zo, hoppakee, ik ga er tussenuit. En je ziet maar, je redt je maar. Terwijl hij tegen Twente beslissend dat kunnen zijn. Het PSV moeilijk. Het is wel de voetbalwereld. Hè. Dat wordt wel eens zo makkelijk. Er wordt wel eens een jungle genoemd. Er gebeurt van alles wat in een normale wereld in principe niet zou kunnen gebeuren. Jij zit daar ook een beetje in tegenwoordig, Sander. Wat doe je? Zit ik naast een concurrent? Ja, is dat zo? Godverdomme man, dat wist ik niet. Ik ben even een goeie. Gelukkig. Nee, maar goed, kijk, ik probeer in ieder geval op een eerlijke manier, op een normale manier, gewoon de spelers te begeleiden. Waar werk je voor? Ik werk samen met Henk Timmer en Henk van Ginkel bij het agency die vroeger mij ook al samen met Tom van der Haal heeft begeleid. En ja, ik ben, als je die film nog kent, een beetje een soort Jerry Maguire. Ja. Dus ik ben niks geld en contracten. Ik ben de man met de connecties en de ervaring. Met de spelers zelf. Die de spelers op alle manieren die je kan probeert te helpen. Vind je leuk? Nou, op dat moment wel, ja. Kijk, ik ga niet bij de onder 14 bij FC Twente met de ouders rondstaan. Nee, met de onder 16 dan. Ja. Maar dat ga ik niet doen, want dat voel ik me niet te groot voor. Maar dat vind ligt ik nou juist. Nee, ik wil juist als ze bij ons zitten, dan doe ik alles voor ze. Ja. Als ik ze kan helpen. En wat ik zeg, ik kan mijn connecties in Spanje en in Engeland en in Italië
kan ik bellen om spelers ergens te krijgen. En op dat moment dan ben ik met dat geld en de manier hoe het gaat, dit soort dingen met Bergwijn, daar ben ik niet bij. Maar ja. Ik zorg alleen als Bergwijn in Engeland komt, dat daar alles geregeld wordt. Maar jij zegt geld, ik zag je al binnenkomen. Je hebt een koffer, heb je al bij hem, dat je het anders niet thuis kan laten zoveel. Louis Vuitton, dus, maar die was voor jou. Verdomme geld, zegt hij. Ja, wel eerlijk. Helemaal vol zit hij, die standen. Ja. Hé, en even voor de goede orde, want we gaan het ook even over jouw toch wel indrukwekkende carrière hebben. Jan, Sander Westerveld, jouw gevoel, jouw mening over die carrière? Nou, weet je wat het is? Er worden heel vaak namen. Kijk, ik heb dan ook met Van Breukelen gespeeld. Maar dat zijn dan de namen die overal over de hele wereld gaan. Maar vergeet nou niet wat hij voor carrière heeft gemaakt. Ja. Hè? Dus dat moeten we, als je ziet wat voor, je hebt een aantal clubs opgenoemd. En we zijn hier niet alleen maar om hem positief te benaderen. Maar het is wel zo dat we hier trots op moeten zijn. Ja. En hij zit ook nog bij de KNVB. Dus ik denk dat jonge keepers, dat vind ik eigenlijk het leukste. Hè? Dat je met jonge, talentvolle keepers, want dat is toch zijn vakgebied een beetje. Dat hij daar zijn steentje aan kan bijdragen. Dus we moeten gewoon heel trots zijn. En zeker ook dat hij uit deze regio komt. Maar Twente moet überhaupt trots zijn op hun verleden. Dus het lijkt mij logisch dat hij gehoord wordt. Prijzen gewonnen met Liverpool, hè? De FA Cup, de UEFA Cup in één seizoen. De Super League, noem maar op. Real Sociedad natuurlijk, mooie tijd. De nul gehouden in Camp Nou, weet ik nog bijvoorbeeld. Wat is nou in al die jaren jouw hoogtepunt geweest bij carrière? Ik was toevallig, ik ben met de hele familie, 2 januari ben ik bij een wedstrijd van Liverpool geweest. We waren nog nooit met z'n allen geweest en de jongste twee die waren er nog nooit geweest. En ik deed een interview en Bruce Gobbelaar was erbij en Ray Clemens. Ja? Die zaten in de Legends Lounge. En er was Clemens een soort, was een legendarische keeper ook. Ja, precies. En toen werd mij eigenlijk ook een beetje de vraag gesteld en de opmerking gemaakt van wat doet dat met je keeper van Liverpool en wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt. En toen zei ik ook van ja, als ik hier nou ben en je ziet Gobbelaar en Ray Clemens, dat zijn de beste keepers uit de historie. Ja. Het is heel moeilijk om een historie te maken bij Liverpool. Kijk, Van Dijk heeft nou de Champions League gewonnen. Ja. Nou, dat is echt geweldig en dat is ook historie. Alleen, ze hebben er al een aantal gewonnen. Ja. En om dus echt iets te doen wat nog nooit gebeurd is. En dat is in 2001 gebeurd bij ons. We hebben 5 bekers gewonnen in 1 kalenderjaar. In 1 kalenderjaar. Ja, dus dat is echt iets waar ik heel erg trots op ben dat gebeurd is. Ik denk als Sander dezelfde was geweest als nu en ik kwam met Amsterdam, dat je nog verder was gekomen. Als je snapt waar is dat een, je hebt natuurlijk wel Van der Sar voor je. Nou, ik kan ook andersom was Van der Sar niet zo ver gekomen als hij in Enschede was geboren, denk ik. Dat denk ik. Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik heb wat dat betreft ik denk niet dat mijn achtergrond daar iets mee te maken had. Want ik denk dat ik steeds dichterbij Van der Sar kwam. En op het moment dat het echt moest, moest ik bij Liverpool weg. En dat was eigenlijk een beetje de doodsteek. Toen moest ik weer overnieuw beginnen in Spanje en dat heeft me toch wel een tijd gekost. En, en toen ging Van der Sar ook weer naar Manchester. Ja, de pech en het geluk is dat ik achter Van der Sar, toevallig heb ik van de week, moest ik het WK ice snow voetbal in Arosa voetballen. Ja. Met allemaal legends erbij. Ah, op het ijs. Ja, en de finale als echte Nederlanders verloren. Tegen Mario Kempes bijvoorbeeld. En dat soort jongens en Sola en Di Benteo. Maar toen, daar was het ook gewoon van, jij hebt maar 6 interlands. Ik heb 5 jaar bij het Nederlands elftal gezeten, 5 jaar lang. Ja. En 2 toernooien en ik heb maar 6 interlands. Ja. Ja. Maar goed, ik zat achter Van der Sar. En Van der Sar was nooit geblesseerd en hij was in die tijd, na zijn carrière, hij is de beste keeper van de wereld geweest. Moet ook een beetje geluk hebben in je carrière. Nee, daarom. Van de ene kant is het prima dat ik achter hem op de bank zat. Maar dat bedoel ik, als Sander in Amsterdam was geboren en hij komt van Ajax, blablabla, en Van der Sar komt met Enschede. Ja. En dezelfde keepers, weet je, zul je nooit achterkomen. Maar ik denk dat dat ietsje... Nee, ik denk dat Van der Sar een betere keeper is en was. Dat kunnen we stellen. Dat kunnen we in alle objectiviteit stellen natuurlijk. Laten we zeggen Jack van Gelder. Alleen ik ben blij dat ik achter Van der Sar op de bank zit en niet op dit moment. Ik ben blij dat ik achter hem op de bank zat. Ja, niet achter in de situatie waar ze nu zijn bijvoorbeeld. Dit is, Als je nou op de bank zit, dan is het een beetje van goed. Wat vind jij over keepers gesproken? Ja. We moeten even het bruggetje maken natuurlijk weer professioneel met Heracles Almelo. Blaswieg, de keeper van Heracles, is dat van jouw soort? Is dat een keeper waar je van mijn soort, met plezier naar kijkt? Ik hou gewoon van een keeper die een bal tegenhoudt. Ja. En ik word een beetje moe van het hele keepersverhaal in Nederland. Dat ze zeggen van de eerste vraag, ook toen ik nog echt spelersbegeleider was, dan van we hebben een keeper, we zoeken een keeper, oké,
Ja, bij ons is de keeper de eerste aanvaller, dus hij moet mee voetballen. Ja. En ik kun je een goede meevoetballende keeper hebben. Maar ik zou. Eerst ik vind Oliver Kahn vond ik geweldig. Ja. Want die, hoe die het deed met zijn gezicht, met zijn vuisten, stond hij daar. Maar hij stond er wel die bal uit te kruisen. Ja. Ja. En ja, nu is het toch. Te veel de nadruk meer op dat voetballen? Ja, want ik zeg, ja, Buffon kan ook niet voetballen. Courtois die schiet een bal ook de tribune in. Ja. Pieter Cech, Casillas, dat zijn toch jongens, dat zijn de beste keepers van de wereld geweest. Ja. Ja, nu, als het kan, is natuurlijk Ter Stegen en Neuer, dat zijn de beste voetballers en voetballende keepers. Maar ja goed, allereerst vind ik dat je echt gewoon een bal moet tegenhouden. Ter Stegen, Neuer, Blaswieg, Nee, zeker nog niet. Maar ik denk dat hij voor Heracles gewoon een hele belangrijke speler is en een goede keeper is voor ze. Ja, je hebt de wedstrijd gezien, Heracles tegen Feyenoord. Uiteindelijk 2-3 in eigenlijk een minuut of 12 dat ze die 3 tegendoelpunten krijgen. Ja, jouw opinie van die wedstrijd? Nou, die Duitse trainer, die Wormhoed, die zijn natuurlijk, het is een beetje een oefenpartijtje. Maar Heracles speelde niet voor een oefenpartijtje. Die waren echt gewoon bij de les de eerste helft. Die moeten ook met seintje 2-0 maken. Dan heb je wat meer speling. Want je weet ook dat Feyenoord de tweede helft. Ik zag die advocaat naar binnen rennen in de rust. Ja. Ik denk, nou, die stond als eerste ook weer buiten. En toen was het met 10 minuten klaar. Maar die hebben natuurlijk. Het donderde in allemaal. Ja, nou, dat lijkt mij logisch. Ja. Maar het was de omgekeerde wereld. Maar eigenlijk, als je gewoon die hele wedstrijd zegt, nou, gelijkspel was wel verdiend geweest. Maar ja, Feyenoord heeft individuele klassen. En dat maakt het verschil. En dan gaat het tempo omhoog en dan worden ze wat brutaler. En dan maken ze binnen no time maken ze die wedstrijd helemaal dood. Maar als je heel reëel bent, dan had Heracles de eerste helft gewoon wat meer afstand kunnen nemen. Maar ze speelden behoorlijk goed. Ja. Hadden ook wat wisselingen. Rosman was de uitblinker met twee doelpunten. Jongen, die goals. Onvoorstelbaar, ja. Maar hij heeft maanden niet gespeeld. Hij zat al altijd op de bank. Dus ik vind het eigenlijk wel heel knap dat hij zo meespeelde. Ja. Dus prima. Ja, geweldige doelpunten. Feyenoord heeft de zoom er weer in. Feyenoord heeft weer een team. Dick heeft er weer een team van gemaakt. Maar dan is het rustig, staan ze achter en dan gaat Dickie als een wervelstorm door die kleedkamer. Ja. En dan komen ze als herboren. Dat kan die nog brengen, kennelijk. Hè? Mooi, hè? Ja, absoluut. Ja. 72. Heracles moet wel oppassen nu. Hè? Want ik bedoel, tussen aanhalingstekens, ze verliezen weer 2 wedstrijden. Als Twente wint volgende week, is het verschil 2 punten. Oh, je bedoelt met Twente? Nee, maar in zijn algemeenheid. Ik bedoel, je moet toch een beetje. Nou, ze krijgen een zwaar programma. Ze krijgen Willem II nu uit, hè? Dat bedoel ik. En dat zegt hij ook, deze wedstrijden, Feyenoord Willem II wil ik gebruiken om daarna weer, zeg maar, toch wat meer kansrijker te zijn in de competitie. Maar dan glij je wel af, hè? Ja, ja, dat is gewoon zo. Ja, iedereen heeft een zwaar programma. Twente, Sparta, Emmen. En dan Utrecht, of AZ, Utrecht, Ajax, die 5. No. Ja, dus het is allemaal zwaar. Ja, en ze spelen nog steeds goed voetbal, Heracles. Dus ik denk dat ze sowieso nog... Was wel de leukste wedstrijd van het weekend. Die 40 punten wel weer, nummer 9, 8. Leukste wedstrijd van het weekend was het, wat ik gezien heb, van al die ploegen. Heracles zei je nog, die 2-3, ja. Nou, over Willem II gaan we het zo hebben. Nog even, Sander, jij hebt natuurlijk een geschiedenis liggen in Enschede. Begonnen bij FC Twente. Ja. En toen pikte Vitesse je op, met een zeer ambitieuze voorzitter. Ja. Klopt. Haal het nog heel even in de herinnering. Hebben ze je weggekaapt? Jij zat met Bosker. Nee, Bosker, het was meer Bosker, de situatie. De situatie was dat ik het jaar daarvoor de voorbereiding, dat ze tegen de keepers zeiden van we beginnen op nul. En we hadden een hele voorbereiding gemaakt. En ik had voor mijn gevoel dat ik een betere voorbereiding had gemaakt dan Sander Bosker. Ja. En toen werd er nog gekozen voor ervaring. Ja. En toen dacht ik van ja, nou goed, hoe goed moet ik dan zijn om het ooit te winnen? En toen kwam in januari dus dat nieuwe Bosman-arrest. Dus toen kon ik in principe gratis weg overal naartoe. En toen kwamen er een aantal clubs en ik moet eerlijk zeggen, ik heb met heel veel clubs gepraat. Maar overal was het van, oké, als Ed de Goeie weggaat, je komt eerst en dan gaat Ed de Goeie na een jaar weg. Ruud Hesberg, Roda, de Dick Advocaat bij Glasgow Rangers en het was allemaal van ja. Ik kwam bij Albers de deur binnen en hij stond daar in zijn geitenwolle sokken en zijn trui. In de villa, de Dynasty villa van hem. Ja. En hij zegt van ja, jij krijgt voor mij, we hebben het niet eens over geld gehad. Dus het was echt totaal geen financiële. Hij zegt van jij krijgt, Beenhakker is de nieuwe trainer. Hij heeft jou 2 keer keeper van het toernooi gemaakt in Groningen. Hij kent je. Ik had toen ook al een aantal wedstrijden bij Twente gespeeld. En hij zegt van jij krijgt de kans om de eerste 10 wedstrijden bij ons in de basis te beginnen. En toen had ik dus van ja, moet ik dus weer gaan vechten met Bosker. Ja. Of gewoon gelijk de basis bij een club met een hele ambitieuze voorzitter, een nieuw stadion. En ja, dus daarom heb ik toen op dat moment met pijn in mijn hart moeten kiezen. Toch wel, hè? Ja, tuurlijk. Dat is nog steeds mijn club, Twente. Maar het is niet verkeerd gegaan, dus prima keuze. Nee, ja, goed, kijk. Mooie carrière gehad. Ik weet niet hoe het anders had kunnen lopen, maar op dat moment, zoals het gegaan is, is het gegaan. Het is een mooie carrière geworden. Nog heel even, jij, wat Jan net al min of meer aanstipte, ben je bezig met het beter maken van keepers op dit moment? Ja, ik heb er weer iets bij. Bijgenomen. Ja.
Kijk, ik vind het mooi dat ik niet één ding heb. Ik heb met keeperstrainers gesproken jarenlang. En als ik met Van der Sar praat, ook, dan is het allemaal van... jongen, blijf doen wat jij doet, ja. Want wij zijn nooit meer thuis. En ja, keeperstrainers tegenwoordig zijn 7 dagen per week op de club. En ja. Niet dat ik niet wil werken, maar ik heb 4 kinderen en ik heb het 20 jaar gedaan. En als het niet hoeft of niet kan... Ik vind het juist leuk om af en toe voor televisie te werken. Ja. Ik ga naar Kuala Lumpur voor Astro TV om Liverpool-wedstrijden ja. te doen. Op het veld in Engeland. Leven. Ik speel ja. wedstrijden voor Liverpool met de Legends nog. Ja. Ik doe met World Coaches van de KNVB ga ik naar Kaapstad ja. en naar Allemaal nieuwe Litouwen. Dingen, verschillende dingen. Ja, en nu dus ook weer de onder 17 van de KNVB. Ja. Dus daar zijn we net 5 weken in Brazilië geweest. Ja. Ook omdat Sander Boske dus eigenlijk zijn job aan mij heeft gegeven. Want ja. hij kon het niet meer combineren met Twente. Nee, precies. Dat vind ik allemaal leuk. Ik vind al doe die dingen, leuk, niet één ding, maar gewoon ja. verschillende dingen. Ja, en, dus ik ja, doe zoveel leuk. Mogelijk ja, dingen. En zo dadelijk de prognose. Dan beginnen we bij Jan. Jan, FC Twente speelt thuis tegen Sparta. Echt wel een cruciale wedstrijd. Ja, om daar weg te komen. Een keer ja. om daar weg te komen. Je moet een keer winnen. Ja, je moet thuis winnen. En dat zou geweldig zijn. Kijk, Sparta, dat is toch een lastig ploegje om tegen te spelen. Die hebben toch wel een aantal individuele kwaliteiten, voetballen aardig. Ja. Maar nu ga ik gewoon een keer zeggen, je moet winnen en je gaat winnen. Hoeveel gewoon klaar. Hoeveel wordt het? 2-1. 2-1. Wat denk jij, René? Twente thuis tegen Sparta. 1-0, Twente. Toch een overwinning van Twente. Ja, Sparta, nu moet het. En anders dan... Jij, wat denk jij? Sander? Ja, dit is eigenlijk 2-0. 2-0 voor Twente. Dus dat wordt een eentje. Dan gaan we nog even naar Heracles. Die spelen natuurlijk tegen Willem II. Uit. Ja. Dat is natuurlijk op papier een hele moeilijke wedstrijd. Kom maar op, Jan, met jouw prognose. Ik denk kun je dat de mensen blij maken in Almelo? Ja, ik wil ze altijd blij maken. Ik wil ze altijd blij maken, maar je moet ook realistisch zijn. Het is gewoon een loeizware wedstrijd. Ja. Dus ik verwacht dat Willem II die wedstrijd ook nog gaat winnen. Ja. En ik denk 1-0. 1-0, wat denk jij? 2-0 Willem II. 2-0 zijn we uitgerust. Dus gisteren waren ze wat vermoeid van de beker, maar nu dan winnen ze. Ja. Wat denk jij? Dat was zeker lastig, maar ik hoop op een gelijkspel. Gelijkspelletje. 2-2, Willem II tegen Heracles. We gaan het volgen. Dat was weer een aflevering van Voetbaltijd. Mooi dat jullie er waren, Jan, René en onze speciale gast Sander Westerveld. Succes met alles wat je gaat doen. En dat is nogal wat, hebben we begrepen. Ja. En wij zijn volgende week terug vanuit Oldenzaal in dit geval. En dus we zien u weer terug. Tot dan. Tot ziens.